Ik krijg de zenuwen van het tegen. Ik zit ineens in de lucht. Wat is dit? Nee, daar is iemand. Daar is iemand. Ja. Terugrennen, terug. Spring. Ik word zenuwachtig voor jou. Yes, what up, al mijn strijders en strijderinnen, mijn neven en mijn nichten. Mijn naam is motherfucking QC en ik ben hier vandaag met... Steffi. Wat is dit? Dat weet ik veel. Ja, jij doet het toch... Steffi! Maar jongens, zoals jullie zien zit ik hier en Stephanie zit daar zo. Dat betekent dat Stephanie straks actie gaat voeren en Stephanie gaat vandaag Fortnite spelen. Ja. Ken je het? Ja. Jawel. Ik heb het nog nooit gespeeld, maar ja, ik ken het wel. Dus het is de eerste keer dat je Fortnite gaat spelen? Ja. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Denk je dat je het een leuk spel gaat vinden? Ja, weet ik niet. Het is echt mijn ding. Ja, niet zoveel Fortnite, hè? Nee. Het is toch goed met schieten? Dat is gewoon dat je met 100 man zit je dus in een map en dan moet je overleven en dan is het doel om eerste te worden. Oh, ja. Lukt mij ook niet echt vaak, maar ja, ik ben benieuwd, misschien hou je het gewoon. In ieder geval jongens, dus Stephanie gaat voor het eerst in haar leven Fortnite spelen en ik hoop dat ze het leuk gaat vinden. Ik hoop niet te leuk, want anders ben ik straks heel de tijd mijn computer kwijt omdat zij het wilt spelen. Maar Stephanie gaat spelen en misschien moet je, weet je toch, ik heb het gevoel dat, want Stephanie is natuurlijk zwanger en ik heb het gevoel dat we een jongen krijgen. Dus je moet Fortnite al een beetje in zijn DNA gaan brengen. Zodat als hij eruit komt, dat hij gelijk kan beginnen. Ja. In ieder geval, nou, doe de koptelefoon op, hij ligt daar. We gaan Fortnite starten en dan genoeg gepraat en dan Stephanie voor het eerst Fortnite. Nou lieverd, aanschouw, Fortnite gaat beginnen en zeg maar, bevalling is misschien het mooiste wat er is. Maar als er iets nakomt, dan is het wel Fortnite. Ik wil mij dankbaar zijn dat ik jou kennis laat maken met het spel. Ik heb die kop ook aan. Tering. Dit is al best zo lang. Nee, niet zo. Dat is gewoon even loading screen. Niet zo ongeduldig. Ben je er klaar voor? Want dan ga ik op play drukken. Kan ik nog een popje kiezen? Ja, ik heb niet echt veel andere skins dan dit. Sorry, ik ben gelijk ijzend. Het is toch een mooie, zie je hoe mooi deze skin is? Oké, maar griezel. En niet zo voor Fortnite. Ik ga op Google zoeken hoe je scheidingspapieren moet aanvragen. We zijn eerst getrouwd, lul. Godverdomme, laten we daar eerst maar mee beginnen. Ja, oké, daar had je mee. Ik zie verder alleen maar creeps, dus doe die ene leven. Noem nog geen creep, weet je hoe duur deze skin was? Dit is een dure skin. Griezelig met gloeiende ogen. Dit is toch een mooie skin? Ja, oké. Je kan mijn skin, ik heb veel betaald voor deze skin en die kraak ik nu af. Laat die skin maar dan. Het is een mooie skin. Ja, dat is prachtig. De ogen gloeien ervan. Is dat een punchline? Ja, nou ja. Nou, ben je in ieder geval klaar ervoor? Ja. Straks mijn zwarte spel. Hoe werkt het? Ja, ik moet nog even laden. Oh. Zo, jezus. Ja, zo lang duurt het echt niet hoor. Nou, ook Super Mario dat sneller. Ja, Super Mario is een Nintendo 8-bit waar je, of de Super Nintendo waar je op speelt. Ja, nou. Of, sorry dat die langzamer is dan die Tetris spelletjes op Facebook. Nou, die spelletjes speel ik nooit meer. Nou kijk, nu ben je in de loading screen. Ja, dan, hier kan je een beetje lopen, dan weet je wel een beetje moet lopen. Wat moet ik doen? Ja, je moet niet achter elkaar indrukken, moet je ingedrukt houden. Ja, maar waar moet ik heen? What the fuck? waar loop ik? Dit is gewoon loading screen, nu hoef je nog niet druk te maken. Maar zo, ja. Kijk, en als je nu naar achteren wil lopen... En hoe kan ik slaan? Ja, met de muis klikken. Oh, wat is dit? Ik krijg de zenuwen van het telefoon. Ik zit ineens in de lucht. Wat is dit? Nee, dat was een loading screen. Vinger, waar wil je naartoe? Ergens waar het rustig is? Ja, doe maar. Ja, waar het rustig is? Ja. Dan gaan we naar het tiltouw is. Oké. Dat is wel rustig. Teringlijn, ik zie het al bij jou, je hebt kop. Kijk, dan moet je naar beneden gaan, duiven. Moet ik dat even voor je doen? Ja, doe jij dat maar, ja. Zo, voor mij is Michaela zelfs beter. Ja, hallo. Oh, en nu moet je gewoon... Waar moet ik heen? Ja, nee, naar die kant. Waar? Nou, zo hier. Oké, en dan? Wanneer landt hij dan? Ja, dan kan je toch zelf bepalen waar je landt? Ja, maar... Kijk. Een beetje ergens rustig landen, waar het een beetje... Ja, okay, kan ik op het dak? Ja, kan op het dak, maar dan moet je nu omdraaien. Nee, jee! Ja, maar wat een kut ding. Ik ga zeven van. Oké. Okay. Okay, ga naar het huisje. Wat heb je daar dan? Wat kan je daar... Dan zit er daar een wapen in. Ja, hoe? Ja, achterop. Ja, en dan gewoon slaan. Kijk, er zitten kogels in. Nou, daar heb ik niet echt veel aan. Ja, ik krijg zenuwen van dit. Jezus, ik zie geen tering. Nee, maar je moet omhoog kijken, anders lukt het toch niet? Ja, hoe kijk je omhoog dan? Ja, gewoon zo toch? Wat een kutspel.
Je kan wel Mario alles doen, maar dit weet je niet. Nee. Oké, jij moet wel. Ja, je hoort ook voetstappen schoten. Oké, okay, ga je erin. Ja, je wordt geschoten, Ja, naar binnen, bukken. Sla hem kapot. Nee, daar is iemand. Ja. Terug. Spring. Ik word zenuwachtig voor jou, je kop nou is. Ja. Nou ben ik dood, bedankt. Oké, ik heb je misschien een beetje genijd. Want ik zei, we gaan naar een rustige plek. We gaan nu naar een rustige plekje, goed? Oké, waar wil je naartoe? Ja, ik ga wel even voor je. Ja, wel een rustig dingetje nu, hè. Oké, rustig dingen. Ja, we gaan ergens rustig naartoe. Ik doe dat voor jou. Jongens, vrouwen en Fortnite. In ieder geval, ik denk dat er wel genoeg vrouwen zijn die goed zijn, maar... Toevallig mijn er weer niet. Nou. Nu ben je geland en nu moet je gewoon even wapens zoeken en zo. Nee. Gewoon rustig lopen, je hoeft niet zo hard te bewegen. Ja, heb je weer die kogels? Ik heb deze pistool. Ja, maar... Ja, ik kan het wel oppakken. Waarom kijk je naar beneden? In de echte wereld kijk ik er ook niet heel de dag naar beneden. Weet ik veel. Maar ga dan naar boven. Kijk, misschien. Oké, moet ik een wapen zoeken voor je? Kijk, hier is een wapen. Zie je, dan ga je even naar boven. Kijk hier, denk je. Oké, mooi. Ja, hier nog een wapentje. Oh, een kistje. Wil jij hem openen? Dan moet je op F drukken. Ingedrukt houden. Oké, kijk, mooie wapentjes. Pak ze allemaal even op. Shit, waar heb ik op gedrukt? Nee, ja, dus ik wil weer op 1 drukken. Gewoon de F drukken. Kijk, er staat F to pick up. Oh. Ja, dan die. Je krijgt een barkje van mij als je vandaag iemand doodschiet. Oh, ik krijg zeker op een F toch? Op de ja, F. Maar ik word zo gereden van dat kudding. Oké, nu gewoon. Wil je met wapen rennen? Ja, doe maar. Oké. Well, laat me even... Ik kan nog eens mikken, dus laat staan. Nee, ik kan niet iets oppakken. Maar nee, even... dat bedoel ik. Ja, maar oké, in ieder geval, welke wapen wil je schieten? Deze? Ja. Laten we deze maar doen. Dan zeg ik deze hier even. Oké, nu moet je lopen. Kijk. De cirkel is niet hier. Dus dat betekent dat er komt straks stroom. Of weet ik veel, iets geks komt er. Dus we moeten helemaal... Oh, what the fuck, even verlopen. Ja, die ding vol. Kijk. Hey, what the fuck? Wat doe je nou? Nee, dat doe jij. Kijk, ik moet zo. Die lijn moet je volgen. Ja, oké, dat snap ik. Ik loop in het water. Ja, dat kan. Ja, zo is toch goed. Maar ik kan toch gewoon voor je kijken. Kijk, zo kijk je voor je. Als je echt in het echte leven buiten loopt, kijk het ook niet zo. Of helemaal naar beneden. Kijk, het er ook recht voor je. Ook een beetje hout hebben eigenlijk, dus moeten we hakken. Wil jij hakken? Wat heb je dan nodig? Dan kan je bouwen. Hoeveel heb je nodig dan? Je moet die boom gewoon kapot hakken. Je moet op die dingetjes. Oké, zo genoeg hout. Waar moet ik heen? Waarom wil je geen hout hakken? Dat is belangrijk. Waar moet ik op slaan? Ja, op dat. Oh. Dan gaat het sneller. Ja, zeg dat dan. Ja. Nog een keer, je kan sneller slaan, hè. Je hoeft niet de hele tijd te wachten. Hij heeft geen energie nodig of zo om te slaan. Springen, spatie. Ja, moet je wel springen. Doe je nou twee handen op de voet? Ja, hey, luister nou, hou dan eens even je bek dicht. Nee, nu reageer je eraf. Zo, ja. Waar moet ik heen? Ja, naar die cirkel, lieverd. Ja, dat begrijp ik. En als je mensen ziet, dan moet je gelijk op Q drukken en bouwen. Nee, yo. Nee! Bouw! Q! Ja, klikken! Nee! Ja, ik vind het maar een kutspel, hoor. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik word zenuwachtig van jou, man. Hoe dan zenuwachtig van mij? Ik ben te gillen als een fucking teammate. Wat is een teammate? Ik gil helemaal niet als een teammate. Ik hoor niks. Waar komt die schoten vandaan? Weet ik veel. Ik hoor geen schoot, hoor. Ja, je bent geschoten net, lieverd. Ja, dat zag ik ook wel. Ja, hij stond op die dak daar. Wat een kutspel, zeg. Ja, echt een kutspel. Dat kan je niet zijn. Omdat je het niet kan. Ja, daarom. Waarom vind je altijd alle spellen die ik speel kut? Ik vind het gewoon een kutspel. Omdat je niet kan? Ja. Ja. Dus jij dat het al hysterisch naast me loopt. Nee, ik geef je instructies. Ik zit niet te gillen. Hier heb je een shotgun. Hier kan je goed van dichtbij schieten. Kijk wat we hier hebben. Hebben we niks. Nog een leuke wapen. Hier, hoor je zo'n geluid van zo'n kistje? Ja. Dat is dit. Hier hebben we een AR'tje. We hebben een beetje armor voor jou. Een beetje, geen armor, maar... Even niet nodig. Oké, wil jij nu verder? Als iemand op je schiet. Nou, in ieder geval naar voren kijken, dat gaat nu wel aardig goed. Ja, hoe kan ik nou een andere.
Andere wapen? De wapen. Ja. Dan moet je op die muiszijkant drukken. Ik heb daar die bind op staan. Zie je, dan pak je hem. Als je iemand ziet, gelijk dekking zoeken. Dan druk je op Q en dan bouw je muurtjes om je heen. Maar je moet weer even een boom hakken. Daarmee kan je beschermen. Hé, hey, ik hoorde wat. Wat dan? Een geweer. Een schot. Ja? Wij. Ja. Wij. Ik krijg zenuwen van. Wat een grafspel. Oh, nog een keer. Wordt er geschoten op je? Nee, weet ik veel, maar ik hoor volop van die... Ja, maar is het op jou of hoor je het in de afstand? Nee, op afstand. Ja, dan hoef je toch niet zorgen te maken, hè? Ja, weet ik veel. Je gaat weer de andere kant op. Wat een kutspel. Hier, ze blijven schieten. Twee! Oh. Wat een schok. Deed je dat zelf? Ja. Ja, je gaat je... Ja, ik kom uit schrikreactie. Ja, wacht even hoor. Dat is zo mooi. Hé, hey, ze krijgen het rennen door, hè? Oh shit. Hier zijn ook mensen geweest. Die hebben heel veel gebouwd. Ja, je kan wel lopen een beetje daar, maar een beetje eromheen. We gaan niet door die de pot. Hey. Power! Shit. Hey! Ah, wat een. Ja, ik ben al helemaal klaar mee hoor, met het kutspel. Ik vind het helemaal niet meer leuk. Zit hij blij te doen met zijn vulgen op wielen? Pleur toch op, man. Zit je nou weer te lachen? Nee, ik vind het grappig. Nou, dan neem ik het over. Nou, doe jij dat maar. Nou, daag! Daag! Nou jongens, ik ben weer ready. De pro is back. Ah, niet echt pro, maar je weet wat. We gaan gewoon gelijk naar Tilt Towers, jongens. Ready, I'm ready. Maar we zijn onderweg. Ja, er zijn heel veel mensen al daar, maar ik ben te laat gesprongen, man. Oké, laat me hier snel naartoe gaan. Nou, we gaan even naar Shifty, hè. Even naar Shifty. Oh, daar zijn alweer mensen. Oké. Geef me deze wapen. Jammer. Die is neer. Zie je, lieve? Hey! Nee, ik had niks om te bouwen! Oh. Dat klinkt als een kistje. Oh, wat een mooi... Oh, jij bent een heel mooi wapentje. Ja, dat ben jij. Oh, daar ben ik blij mee. Die gaan we even zippen. Oh. Ik hoor hier een juke-partij, schietpartij. Kom, waar zijn jullie? Laat me beef voor jullie oplossen. Oh, mannen zijn hier. Laat één keer je hoofd zien. Laat je idden zien. En ik beloof dat ik je blaas. Oh, hij heeft wel wapens daar, man. Kut. Ja, hier heb ik toch geen shit aan, man. Oh, bro, dit wil jij niet. Dit wil jij niet, ik zei het toch! Dit wil jij niet! Beginschoten waren een beetje mis, boys, maar ik heb hem! Niet bij mij beginnen, papa! Oh. Dit is een mooie shotty. Oh, even kijken, man. Oké, jongens, we hebben echt even die bandage nodig. We hebben veel kogels, jongens, Deze gaat mee voor de... Ja, ik denk dat we wel goed zitten zo. Alleen qua leven wel echt slecht hoor. En we moeten ze ook bewegen, want we moeten... Volgens mij best wel ver. Ja, valt mee. Jongens. Let's move with the groove. Oh shit, er zijn mensen hier. Waar komen die schoten vandaan, man? Wat ben je aan het doen, pik? Laat me even scannen. Hey!
Oh, jij bent dood. Maar jij was op ergens op aan het schieten, dus. Oh, maar ik heb je gekild, Amadé! Maar ik vertrouw het niet. Hij was ergens op aan het schieten. Ja. Nergens hout liggen, Broski. Oh, hier ligt hout. Hey, hey, hey. Zo, wat was dat? Hey. Ik heb zo'n gevoel dat elk moment in mijn kloten wordt geschoten, man. Ik moet niet zo'n armor, man. Maar toch ben ik benieuwd, ik moet armor hebben. Overal mini-shields, vorige keer liet ik 11 liggen. Volgens jullie. En nu zie ik nergens een fucking mini-shield, man. Oh, oh, we hebben een shieldje, bro. We hebben een shieldje. Ik laat wel... Shit, ik liet mijn shield weer vallen. Oh shit, bro's. Je voelt mij herboren. Hey! Nee! Nee, waarom, man? Waarom ben je al bij aan het wachten daar? Waarom ben je aan het wachten? Laten we even nog iets goeds neerzetten. Naar waar zullen wij naartoe gaan? Laten we gewoon naar... Pleasant gaan. Ik heb er vertrouwen in nu, jongens. Ja, ik ben natuurlijk weer te vroeg gesprongen. Ik kom weer de... Fuck, man! Ik kom weer nergens uit. Hier lekker boswandeling. Leuk, man. Ja, man. Ik had mijn hond mee moeten nemen. Had ik hem kunnen uitlaten hier. Godver, man. Mag ik gewoon alsjeblieft eerst een wapen zoeken? Kan ik gewoon een eerlijke gevecht aangaan? Hé, hey, kistje, kistje. Nou, jongens, ik word iets vrolijker. Oh, dat is een mooie shotgun. Oh, nog een shotie. Maar natuurlijk. Oh, mooi hoor. Alleen ik heb nu geen wapen voor afstand. En dat haat ik. Ja, tuurlijk. Fuck off, man, met je kutsniper. Hé, hey, hé, hey, kom daar op, pauw! En die geeft me ook een sniper. Oh, maar dit vind ik wel een leuke wapen. Ik moet snel weg hier, want die sniper is op mij aan het loeren, man. Hé! Hey! Hij komt steeds dichterbij, man, gek. Ik ga even stoppen. Als een pussy. Kom alsjeblieft naar binnen. Ik wil de kist niet openmaken, want dan hoort hij mij. Kom dan. Kom. Je wou me, ja! Je wou me drijpen, toch? Hoe dan, papa? Je wou kruipen toch? Het spel maakt me hyped up, jongens. Snel alles pakken. Kan ik hier iets mee? Ja, ik haat dat wapen trouwens. Je wou me opwachten toch? Zie je, jongens? Soms even wachten als een pussy kan werken. Oh, er komt nog iemand aan. Hoop dat twee mensen lopen. Oh, deze is een dak aan het slopen. Weet je nou dat ik hier ben? Ben ik nou een noob of had hij nou veel leven? Oh, hij was heel goed. Ja, dat volle leven, man. Ah, shit, jongens. Shit. Nou, jongens, dit was het dan alweer. Ik was vandaag niet eens van plan om zelf te spelen. Ik dacht, ik ga Stephanie lekker een heel potje Fortnite laten spelen. Maar ze kwam niet zo ver, ze had er geen zin meer in. Dus toen heb ik het overgenomen. Ik had vandaag niet echt mijn dag. Ik heb meer geflipt dan dat ik succes heb gehad vandaag. Maar hey, dat kan gebeuren. Vorige potje ging beter. Weet je, soms heb je even een day-off of zo. Ja, dat ging niet echt vlekken. En ja, dingen kunnen gebeuren. Dus ik hoop wel dat jullie hebben gelachen. Dat jullie het leuk vonden. En vergeet dan vooral niet te liken, te subscriben. En weer tot de volgende video, man. Ik hou van jullie. Tot de volgende. En later. Ciao.